is zo, dat licht, is dat goed zo? Dat, ja, maar ik kan het lezen in ieder geval. En door het idee heb je er wel bij? Dat, ik heb er een idee bij. Ja. Je noemt het idee, maar... Een idee? Ik heb er een idee bij. Ik snap in ieder geval wat er staat, denk ik. Ja, en ook van waar het komt. Ja. En ook dat oktober 2022 bij staat. En dat het recent is geweest na het gesprek wat we hadden. Ja. Een maand eerder hadden wij dat gesprek. Ja. En het ging ook hierover. Ja. Oh, dus je weet dat? Oké. Ja. Tenminste, voor een deel ging dat hierover. Ja. Oké. Okay. Zijn zijn was gewaarschuwde bedreiging. Haar zijn kon tot niet verdwijnen door zijn komst. Indien bij het arriveren van zijn zijn een klein rood gestold propje zich zou vormen, haar zijn zou terstond verleden zijn zijn. Zijn zijn kwam en haar zijn bleef. Geen zijnde werd tot niet zijn. Wel kroop diep in het onderbewuste zijn, een waan met zin in existentiepijn. Zijn zijn zou altijd weer opnieuw, in duisternis verlangend rijken naar haar zijn. Twee zijnden die elkaar nooit bereiken. Onbewust bleef zijn zijn haar onontkoombare pijn. Zijn zijn ontspoorde zonder bijbehorende schijn. En bleef gemankeerd vallen van die lijn. Wanneer een diepgaande persoonlijke ontregeling zich voordoet, worden vragen omtrent de existentie prangender. Bij mij in ieder geval. Sinds voorjaar 2020 is mijn leven in de duisternis op drift geraakt. En lijkt mijn concentratie alleen geactiveerd te kunnen worden door zaken en vragen die door velen als onbeantwoordbaar worden beschouwd. Goed mogelijk dat die velen gelijk hebben overigens. Maar bij ondergetekende blijven die kwesties zich opdringen. Tenminste als er mogelijkheden zich voordoen daar op diepgaande wijze mee bezig te kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat er boeken binnen je gezichtsbereik komen die op hoogwaardig en soms overweldigend niveau tegemoetkomen aan die onstilbare interesse in het wezenlijke. In het aftasten van het existentiële doet zich de verhouding individu, groep of samenleving voor, of je wil of niet. Hoewel er aan mijn gespartel in de donkerte absoluut een zeer individuele aanleiding ten grondslag ligt, blijft de vraag tegelijkertijd in hoeverre het individu, ik dus, in diens bestaan en de wijze waarop deze daar vorm aangeeft, ook in hoge, zo niet allesbepalende mate bepaald wordt door de samenleving en de cultuur waarin dat individu, nogmaals ik dus, verblijft. Te meer als het een omgeving is als die van ons, welke vanaf eind jaren 70 in de ban is van een zeer banale vorm van individualisme. Namelijk het neoliberalisme dat ons allemaal reduceert tot berekenende, louter op ons eigen voordeel uitzijnde consumenten, die onderling met elkaar in concurrentie zijn en moeten zijn om deze inhoudsloze machinerie draaiende te houden. Ik leef in voortdurende oorlog met deze manier van samenleven. De cultuurindustrie die is op en ingericht om alle schaapjes mak en consumerend te houden, is me altijd al een doorn in het oog geweest, maar de onontkoombaarheid daarvan is nu, met name door de technologische ontwikkelingen met het internet, haast niet meer te bestrijden, omdat zelfs zeer weldenkende mensen zich volledig en kritiekloos laten opzuigen door de centrifugale krachten ervan. In toenemende mate wordt ook het domein van de kunsten opgezogen in een amusementsdenken dat haak staat op wat kunst eigenlijk behoort te zijn, namelijk die sector van het maatschappelijk leven waar kritisch gereflecteerd wordt op dat maatschappelijk leven en waarin opvattingen en uitgangspunten van dat maatschappelijk leven in vraag gesteld worden. Paradoxaal is dat daar extreem individualistisch ingestelde personen voor nodig zijn.
maar dan niet van de geatomiseerde, consumerende soort, maar eenlingen die onbaatzuchtig voortdurend al het denken dat ernaar neigt vast te roesten, te ontregelen en aan de kaak te stellen. Outsiders, out-of-the-box denkers, radicale individualisten, die onophoudelijk het bestaande bekritiseren en in beweging houden. Er waren drie fantastische boeken die in 2022 mijn donkerte draagbaar maakten en deze op een bepaalde manier zeer gefocust wisten te verlichten. Van de onvolprezen filosoof en publicist Rudiker Safranski verscheen in 2022 het boek Eenling zijn, waarin hij een tocht door de geestesgeschiedenis van de eenling maakt, te beginnen vanaf de Renaissance. Ook in 2022 verscheen van de Nederlandse filosoof André Nusselder zijn tweede boek over het menselijk verlangen, Grootse Dromen geheten, waarin hij, net als in zijn eerste boek, op basis van de gedachten en ideeën van psychoanalyticus Jacques Lacan, probeert na te denken over hoe het verlangen tot de ander in dit tweede boek, tot de ander en dus ook tot de samenleving gezien kan worden. Tot slot kwam mij geheel per toeval het zeer monumentale, want ruim 700 pagina's stellende boek Filosofie van de Waanzin van filosoof Wouter Kusters onder ogen, dat als buitengewoon indrukwekkende poging kan worden gezien om de waanzin uit handen van de dominante opvatting, als zou het een ziekte zijn die koste wat kost en ten alle tijde moet worden bestreden, te halen. Ik hoop en ik denk dat ik Kusters uitgangspunten geen kwaad doe als ik zeg dat geen streven is om waanzin, of in ieder geval bepaalde varianten daarvan, als het soort radicaal individualisme te zien waarvoor ik hierboven al een lans brak, namelijk als een domein van ongekende creativiteit en eigenzinnigheid. Mijn film is grotendeels opgetrokken uit citaten uit deze drie boeken. De quotes van Eenling zijn van Rudiker Safranski worden gelezen door enkele van mijn meest dierbare en allerbeste vrienden, die ik overigens allemaal, hoe verschillend onderling ook, beschouw als echte eenlingen. Filosoof André Nusselder zocht ik op. Hij nam me mee naar een zeer bescheiden tuinhuisje in Peer, vlak over de Belgische grens bij Valkenswaard, dat hij bezit, en verschafte zelf daar de quotes uit zijn boek. De citaten uit de pil Filosofie van de Waanzin van Wouter Kusters worden door mij gelezen, gecombineerd met beelden waarin de tijdsvoltrekking een andere is dan de gangbare. Kortom, het onderscheid tussen de boeken waaruit geciteerd wordt is goed te maken. Zaken als het zijn, het niets, de leegte, maar ook de rol van het symptoom, het persoonlijke gedicht en het plan komen langs, gelardeerd met muzikale fragmenten en een hommage aan een prototypische eenling die in 2022 overleeft. Maar we beginnen met een typering van hoe het denken over waanzin zich in de loop der geschiedenis heeft ontwikkeld en voor welke positie Wouter Kusters kiest met zijn magnum opus, Filosofie van de Waanzin. Waanzinnigen staan niet alleen in hun zelfbewierhoking. Sinds mensenheugenis trekken ze bewonderaars aan die hun lot graag zien als ontdekking van het heil. Het idee dat onnozelen, waanzinnigen en dolle dichter bij de waarheid van hoge hand staan, is oud en wijdverbreid. Contact met het heilige wordt dan niet als probleem gezien, maar als onderdeel van een oplossing. De shamanen zijn de eerste in de geschiedenis met zo'n positieve waardering voor waanzin en andere soorten bewustzijn. Shamanistische praktijken en het bijbehorend wereldbeeld hebben grote invloed gehad op de manier waarop men denkt over mensen in een waanzinnige trance. Net als de shamanen zochten ook de Grieken contact met een andere wereld voor raad en steun bij tegenspoed.
Bekend is het orakel van Delphi, dat sprak in onverstaanbare klanken en wartaal, wat tegenwoordig vooral met psychoses wordt geassocieerd. De boodschappen van gene zijde die in Delphi werden ontvangen, werden geïnterpreteerd en geanalyseerd door priesters, filosofen en koningen en beschouwd als waardevol. Zo schrijft Plato dat waanzin een goddelijke gift kan zijn. In de Phaedrus laat Plato Socrates zeggen: in werkelijkheid komen de grootste zegeningen tot ons door de waanzin, mits deze een geschenk van de goden is. Want wanneer de profetes in Delphi en de priesteressen in Dodona in vervoering raakten, brachten zij de Griekse staat en de burgers veel goeds. Maar als zij hun verstand gebruikten, leverde dat weinig of niets op. In antieke en prehistorische tijden waren de wartaligen, onaangepaste en bezetenen slechter af dan nu. Honger, slavernij, uitsluiting en eenzaamheid zullen hun lot zijn geweest, zoals ze altijd het lot zijn van de verstotenen der aarde. Ook bij de Grieken kon niet ieder schizofreen avant la lettre zijn eigen orakel-toko opzetten. Desalniettemin werd in antieke en prehistorische visies de waanzinnige in staat geacht iets te bereiken wat niet voor iedereen was weggelegd. Contact met een andere wereld dat zo verpletterend en verbijsterend uitpakte dat hij slechts in toorn, orakels en wachttaal kon spreken. Wanneer de omgeving van dergelijke geïnspireerde zieners of bezetenen welwillend genoeg was, en wanneer de waanzinnige in zijn gedrag en tekstproductie in enigszins sociaal geaccepteerde banen kon worden geleid, dan kon de waanzinnige ook in de eeuwen daarna op positieve belangstelling rekenen. Zijn uitingen en profetieën werden met bijzondere aandacht gevolgd en zijn ogenschijnlijk zinloze taal en handelen werden geïnterpreteerd als mystiek, veelbetekenend en visionair. Dit soort waanzin is eeuwenlang beschouwd als heilig, betekenisvol en als een vorm van contact met een andere werkelijkheid. Zo'n contact kon afkomstig van de duivel zijn en reden voor vervolging, maar ook van goedaardig goddelijke aard en aanleiding voor een vorm van heiligstatus. Hoe dan ook, hoewel de betekenis van waanzin soms als satanisch werd gezien, werd de waanzin niet doodgezwegen als zinloos epifenomeen van een defect brein, zoals later het geval zou worden. Aan het begin van de 19e eeuw veranderen behandeling en ideeën over waanzin ingrijpend. De medische professie deed haar intrede in de gestichten en voor het eerst werd een categorie van psychiatrisch patiënten onderscheiden, verschillend van allerlei criminelen, vagebonden en mystici. Onder leiding van zenuwartsen werden de gestichten de plaats van waaruit de zegentoon begon van het beeld van de waanzin als lichamelijke individuele afwijking. Wat eeuwenlang was gezien als betekenisvol handelen, werd nu gereduceerd tot bijeffect van een lichamelijke stoornis. De orakelende wartaal, de ziener, nog de spottende blasfemieën van de nacht werden nog gehoord. Geestesziekten zijn hersenziekten, luidde het adagium van Griesener. Anderhalve eeuw voordat men meende dat dit een origineel revolutionair inzicht zou zijn.
De therapieën bestonden aanvankelijk uit rusthouden, wisselbaden, insulinetherapie en zelfs lobotomie en elektroshocks om via de hersenen die onwillige geest te bedwingen. De laatste halve eeuw heeft een enorme groei laten zien in het gebruik van psychofarmaca om de waanzin te onderdrukken, zowel binnen als buiten de inrichting. Doordat deze middelen wel enig effect hebben, hoewel zelden enkel het gewenste effect, is tegenwoordig alom het idee gegroeid dat waanzin vooral een neurologisch probleem zou zijn. Het beeld van de waanzin in de hedendaagse psychiatrie is daarmee bijzonder eenzijdig geworden, maar wel zeer overheersend. Mensen zijn echter altijd gefascineerd gebleven door degenen die zich in de gestichten bevonden. Er is angst voor het vreemde en onbegrijpelijke, maar daarnaast is in de waanzin nog steeds iets heiligs te ontwaren. Hemelse inspiratie, extase of creativiteit. Met de in zichzelf lachende gek voelt men medelijden of afkeer. Maar soms wordt ook vermoed dat hij iets vat wat anderen ontglipt. Manisch uitzinnige opwinding vermoeit, maar maakt soms ook jaloers wanneer men zelf zo weinig bewogen wordt door de dingen. Psychotische gedachtesprongen lijken bizar en onbegrijpelijk, maar zijn fascinerend door de originele associaties en vergezochte verbanden. In onze tijd is het een bont allegaartje van neo-Jungianen, progressieve fenomenologen en postmoderne mystici die in het hart van de waanzin en van de waanzinnige iets van het heilige ontwaren. Dit hele boek kan gezien worden als een poging om deze vorm van antipsychiatrie, beter gezegd neopsychiatrie, nieuw leven in te blazen. Thank you.
De waanzin mag er niet zijn. Uitbarstingen en oprispingen van waanzin worden behandeld en de waanzin wordt doodgezwegen. Wanneer hij spreekt, wordt gezegd dat het geen betekenis heeft. Dat het uitingen zijn van een stoornis, symptomen van een ziekte, betekenisloze signalen van buiten de taalorde. Hoe meer uitingen van waanzin, hoe meer medicijnen een patiënt zal krijgen en hoe strakker het regime zal zijn waar hij onder wordt gesteld. De taal en de ervaring van waanzin worden door degene die zich beroepshalve met de waanzin bezighouden naar het rijk der zwijgende onzinnen verwezen. Maatschappelijk een mislukkeling. Word ik herboren in een andere wereld waarin niemand mij kan volgen. Gebeurtenissen die voordien geen speciale betekenis voor me hadden, trekken nu mijn aandacht. Mijn nachtelijke dromen nemen de vorm aan van voorspellingen. Ik denk dat ik dood ben. Dat mijn leven zich afspeelt in een andere wereld. Er is namelijk een soort religie in mij ontstaan die ik niet in dogma's onder woorden zou kunnen brengen. Het is meer een zielstoestand dan een theoretisch gefundeerde opvatting. Een mengelmoes van indrukken die zich min of meer aaneensluiten tot ideeën. Eenling zijn betekent dat je weliswaar altijd op de een of andere manier ergens bij hoort, maar dat je ook in staat bent op eigen benen te staan, zonder dat je je identiteit alleen maar binnen een bepaalde groep zoekt of je problemen afwendelt op de maatschappij. Eenling zijn betekent ook afstand houden en indien mogelijk kunnen afzien van bevestiging. En wind. Licht breidt zich uit vanuit één punt, maar het punt zelf is en blijft zwart. Licht straalt, brandt en vernietigt, maar de as blijft in zichzelf gekeerd zwart. Licht strekt zich uit naar alle kanten, schept ruimte en tijd, maar voorbij de horizon van herinnering en blikveld wacht het duister. Licht is de bol, een explosie van kernen. Zwart is de leegte.
De rust van ondeelbare roerloosheid. Licht is radiatie, radioactief, stralend helder, schijnend, maar licht blijft afgestemd op zwart, ingesteld op zwart, uitgedijd in zwart. Zwart weerstaat licht. Eerst moet de schoonheid tegen het alledaagse worden beschermd. Daarna moet de schoonheid het alledaagse doordringen. Als krachtbron daarvoor is er een eenling nodig die in het centrum van een kring staat. Op een dag word je wakker, terwijl je al wakker was. Je kijkt, je luistert, je beweegt en spreekt. Maar merkt dat dat slechts uiterlijke activiteiten zijn die datgene bedekken wat daaronder ligt. Je ontdekt dat dingen niet alleen bewegen, iets voorstellen of iets betekenen, maar dat ze daarbij ook nog zijn. Je ziet en wat je ziet, dat zie je niet alleen, maar dat is er ook. Alles wat je denkt, wat je je herinnert, wat je je voorstelt of verbeeldt, dat is. Achter de feitelijkheden, het rumoer en de opinies over voorstellingen, wisselvalligheden en symboliek, ligt de zwijgende aanwezige wereld van het zijn. Alles is niet zomaar het een of het ander, maar alles is ook. Alles is aan het zijn. Het is alsof je tot dan toe alleen aan de oppervlakte leefde. Je keek wel, maar je zag slechts wat je zag en merkte niet op dat je zag. Het feit van het geziene verdrong het gebeuren van het zien. Het zijn van het zien ontging je doordat je alleen maar keek naar wat je zag. Alsof je nu voor het eerst werkelijk ziet. Zelfs met je ogen dicht kun je nu zien. Het geheim dat alles er is, viel buiten je zicht. Je was blind, maar nu zijn zintuigen overbodig geworden. Alsof je voorbij de Matrix de ware wereld ziet. Het zijn barst uit de schulp van het gewone kijken. De nieuwe wereld ontpopt zich in de gewone wereld. Je merkt dat er iets gebeurt. Niet iets bepaalds, niet iets wat is te beschrijven, maar iets gebeurt gewoon. Het houdt aan, het duurt. Je was er en je bent er. En dat gaat voort, alles gaat voort. Alles ontrolt en de rol waaromheen alles draait, die is het zijn dat je hebt ontdekt. Je ontdekt niet wat iets is, maar dat iets is. Wat de dingen zijn, wat ze te betekenen hebben, daar kan over gepraat worden. Maar dat gepraat versluiert het gegeven dat de dingen ook nog eens eenvoudigweg zijn. Behalve dat de dingen een essentie hebben, ontdek je dat ze daarnaast ook bestaan, ze existeren. Dit zijn van de dingen is stralend. Je ziet het licht zelf zonder een object nodig te hebben dat het licht weerkaatst. Wat je ziet en meemaakt valt uit zijn gewone verband. Het
zijn zelf wordt belangrijker dan het doel of de functie van het zijn. De kop van de hamer verwijst niet meer naar de spijker. Het handvat van de hamer nodigt niet meer uit hem vast te pakken. Een hamer is een hamer is een hamer. Een gedachte is er niet meer om later uit te voeren, om iets te verwerken of om iets te begrijpen. Een gedachte is er enkel om gedacht te worden, om er te zijn als gedachte. Een verbeelding of idee is er niet meer om later werkelijkheid te worden of om op uitvoerbaarheid te worden onderzocht. Een idee is al werkelijk door er als idee te zijn. Verbeeldingen en ideeën zijn er eenvoudigweg zoals alles er is. De gedachte is niet langer ondergeschikt aan de actie. De actie niet aan de productie. De productie niet aan de behoefte. De behoefte niet aan het verlangen. Het verlangen niet aan de gedachte. Alsof het zand wordt bevrijd uit het zandkasteel en weer mag waaien. Alsof de lucht uit het luchtkasteel weer kan worden ingeademd. De mond is er niet om het eten in de maag te krijgen. De hand niet om het eten te grijpen. Niets dient meer iets anders. Alles wordt uit ketenen bevrijd. Ja, de mond mag nog wel eten, maar niet met het doel om later gegeten te hebben. Enkel om etend te zijn. Tegenwoordige tijd verdringt overwegingen omtrent toekomende en voltooide tijd. Alles is en wat was, is als iets wat was. De ontdekking van het zijn is de ontdekking van de tijd en vernietigt het begrip van de tijd. De kiemen van de verleidingen van de zijnswaan liggen in de aard van het zijn. Als het zijn eenmaal is ontdekt, kan het zich niet losmaken van zijn grond, opbloeien en een eigen leven gaan leiden. Het zijn verleidt je het te zien als meer dan zijn, als een aura, een extra, een idee, kracht, beeld of ding. Uit het zijn kruipt dan een monster van superzijn. Een zijn alleen voor jou, een manipuleerbaar zijn. Een zijn met concentratiepunten en verdwijnpunten. Het talige probleem van het zijn is dat het woord zijn qua vorm overeenkomt met andere werkwoorden. Je zou kunnen denken, ik zie dat de bal rolt, stuitert en beweegt. Nu heb ik iets extra's ontdekt, namelijk dat de bal is. En daarbij menen dat dit is een extra activiteit van de bal is, gelijksoortig aan andere activiteiten. Door te menen dat de taal het alfa en omega is van alle denken en filosofie, loop je aan de ene kant het risico het zijn volledig mis te lopen, maar aan de andere kant is er het gevaar het zijn als een extra existentiële macht te zien, als een zijn buiten zijn. De mens bestaat niet, legt Montaigne uit. Alleen de mensen. Die vermenigvuldiging is als een wilde stroom. Je wordt erdoor meegesleurd en merkt dat je ook in jezelf niet één bent, maar velen. Diachroon in de tijd, als een reeks verschillende ikken. En synchroon als een reflexieve zelfverdubbeling of zelfs zelfvermenigvuldiging. Waarheen je blik ook gaat, naar buiten of naar binnen, louter eenlingen.
Voor een belangrijk deel is Heidegger's filosofie koel beschrijvend en analytisch, waarbij de vraag naar het existentiële engagement verandert zijn toon. De uiteenzettingen over eigenlijkheid en oneigenlijkheid kondigen een existentialistisch ethos aan. De oneigenlijkheid is het gewone. Je bent meestal niet bij jezelf, bij het eigene, maar daarbuiten. Bij de dingen, bij de meningen, bij de anderen. Het gewone leven wordt bepaald door zulke gebruikelijkheden. Het is de wereld van Elkerliek. Iedereen is als de ander en niemand is zichzelf. Gewoon de wereld van het men. Heidegger. De filosofie komt alleen op gang door een eigenaardige sprong van zijn eigen existentie die in de grondmogelijkheden van bestaan in het geheel springt. Voor die sprong is drieërlei beslissend. Om te beginnen ruim baan maken voor het zijnde in zijn geheel. Vervolgens zich loslaten, het niets in. Dat wil zeggen zich vrijmaken van de afgoden die een ieder heeft en waarheen hij bij tijd en wijle stilletjes de wijk neemt. Ten slotte rustig de slingerbeweging van onze zweving zich laten voltooien, opdat die steeds opnieuw de grondvraag van de metafysica binnenzwaait. Die grondvraag die het niets zelf afdwingt. Waarom is er eigenlijk zijnde en niet veel eer niets? Eigenlijkheid is niet een afzonderlijk handelingsdomein met speciale doelstellingen en waarden, maar duidt een veranderde instelling en houding aan tegenover welk onderdeel van het leven dan ook. Het bondigst kun je dit ethos misschien als volgt formuleren. Doe wat je wilt, maar doe dat helemaal en met overgave. Je moet zelf een keuze maken en de verantwoording daarvoor dragen. Je mag niet weglopen voor jezelf. Je moet jezelf aanvaarden. Met al je onverdedigbaarheid en je vrijheid. Mm-hmm.
Wie als eenling zijn eigenheid ontdekt en accepteert, wil weliswaar zichzelf toebehoren, maar ook erbij blijven horen. Die spanning is blijvend. Want je kunt het eenling worden onvrijwillig ondergaan, of je kunt het in de strijd om je eigenheid vrijwillig op de koop toenemen. Wellicht worden de banden met familie en andere maatschappelijke verbanden daardoor losser. Wie zichzelf opvat als eenling, staat in een vrije ruimte, zonder zich nou direct bevrijd te voelen. Want hij merkt hoezeer hij aangewezen blijft op bevestiging, heimelijk of nadrukkelijk. De eenling die zijn eigenheid opeist, neemt geen genoegen met er eenvoudig bij te horen. Veel eer wil hij bevestigd worden in datgene wat hem van de anderen onderscheidt. Niet de overeenkomsten moeten worden erkend, maar de verschillen. Op 13 september 2022 dit jaar overleed cineast Jean-Luc Godard. Hij was geboren op 3 december 1930 in Parijs, de stad die zo vaak had gediend als decor voor zijn films. In de film bestaat geen andere regisseur die zo'n eenling was als Godard. Hij schiep immers een eigen taal, een eigen grammatica, een eigen manier van filmisch zeggen. Als hommage aan deze unieke, bijzondere kunstenaar, deze beelden uit Parijs, zoals gezegd, zo vaak het decor van zijn films. Ademloos, breathless, à bout de souffle, maar dan definitief. It's a good sign when good people go in exile from their country. It means there is something good in them. It's a good sign. Yeah, it's a good sign. Yeah. I'm part of the audience, and I'd like to see movies or images and sound and stories told to me through images and sound. But I realize that to have my own to see the right story I want to see, I have to participate, and I can't only give $5 and receive a huge piece of fantasy or mystery or something. I have to work on it. I feel responsible of what I see, and the best way to answer to this responsibility is to go on making movie. In that, so I'm at least sure I will receive the right movie for me to see. Or if I don't, I will be responsible for it because I've made it. Yeah. But are you ever tempted to make a movie just in the genre of someone else? Well, I thought in Breathless. I was raised through American movie, and when I was first making Breathless, to me, I thought it was just a. I was making a Fritz Lang movie for Warner, or a Preminger movie for, I don't know, Warner too. A Fritz Lang movie? Yeah, and then I discovered later it was more Alice in Wonderland than a Mark Dixon detective story. And that puzzled me completely because I was aware I was not capable, I was completely out of control. And do you mean when you saw the movie, you were surprised at what it was, or when you read what was said about it? Yeah, I didn't understand it. But since I made it, uh-huh. I mean, I was obliged to look to myself. I mean, again, it took me almost, but instead of looking in a mirror, to look through a camera, which is a kind of a mirror, and with the help of other people, look through me through others. Yeah. And then it took me almost 20 years to recover myself. And I think that in this movie you just show a little bit of it. Yeah, on the other show. Yeah, it's my first movie which is coming out of me. That's in that sense I say it's my second first movie. You mean it's really out of you and not influenced by other people?
not influenced, shocked, moved, passed by, but not influenced. Mm-hmm. Well, that gives it an added interest. And it gives me, I'm no more anguish anymore. And I think it's a huge relief for me not to be anguished anymore. Do you mean that something big has changed in your personal life that makes you now a different filmmaker? Yes, the anguish is over. What happened? I don't know. I think I've been able to go. Yeah, it's like if I was, going to the screen and then diving into the screen and then being lost. But then I came, in that sense, I came back mm-hmm. to the screen, but from the, it's like going back into childhood, but not using the same entry door, using the back door, or maybe the second floor window. You see, where nobody's waiting for us. And so they are not surprised, and you have no, I don't know, it's something strange, but my main feeling is I'm not anguished anymore. I'm not anguished to produce a masterpiece or mm-hmm. a piece of shit. I mean, it's just, I have no anguish. It's not... We have that word in English, yeah, too. It's, I don't know what your problem is when you are making a TV show like that. Why do you want to talk to people regularly? I think it must be very... Well, this is a question I'm asking myself. Good question, yeah. And I think there is... It's difficult to talk to people. Yes. I just did a series of 6 hours with a little girl and a boy in Paris 3 years ago. And my first meeting with a little girl, I canceled it about 5 times. It was only a 10-minute take. And I canceled it because I discover I don't have 10 minutes. 10 minutes is, I don't have things to say to her for 10 minutes. Hmm. I mean, things different from in which school do you go, why are you kind, do you like your mother, or things like that. I mean, real things to say to someone which is very different from you, I mean, which is 40 years old, there is a 40 years of space between you. Yeah. You're talking about an interview not on film, yeah, but in person. And I think the trouble with interviews like that we feel obliged to speak. There is no silence. This can hurt an interview if you're too long. Speaking of that, in the movie Breathless, one of the characters says something like, "What is your life ambition?" Can you answer that question? To continue to go on with movies, yeah. Mm-hmm. One way or another. It's a peaceful, an image is not dangerous. All the world is afraid of images. Afraid of images? Images, yes. And I said it to some newspapermen, so I hope it will be new to you, but mm-hmm. I was wondering why, for example, to see the difference between the image on TV and on a movie. Well, ask to your president, for example, why a president is willing to go on TV, his image, and is not willing to go on a feature, whether playing a character or whether playing itself. The president of the United States? Yeah, any president of states. Why? Why would he not make a film in which he plays someone else? I think it will be, if Carter, the only way, or Jim Anderson, if he wants to be elected, it's mm-hmm. to produce quickly a picture, him as a president or just Jim Anderson as the average American. A good movie, he will be elected. Yeah. But I think he will not do it because he's not interested in the truth, he's just interested in power, which is different. Mm-hmm. And you think you might see the true man in a film? I think if movies are still successful, whatever the support is, tape or disc or, I don't know, crystal in 10 years or in 100 years, I don't know. It's because movies are strongly related to our feeling of truth. Mm-hmm. And even in TV, I mean, the only very successful things is movies.
60% of the TV success, it's because they show movie. Because to make a movie, it takes 1 year at least. Yeah. Whether it is a B horror rock picture or pornography, it takes at least 2 or 3 weeks for 1 hour. Here, for half an hour, it takes only half an hour. And this is, yeah. And this is why it has nothing to do with truth. However, a lot of American television is made very fast. The dramatic stuff is done in a matter of days. But the idea of a president being in film, it's a wonderful idea, or maybe a terrible idea. But the reason I asked you that question about your ambition is that in talking to someone on my staff, they said there was a very moving moment in an interview with you in which you were asked something similar to that. And there was a 45-second pause, which can be a lifetime. I guess he knows it was that long because of the amount of time on the tape recorder. And you said, I would like to not be so lonely, or at least not be upset about being lonely. Something yeah. like a child who does not want to kiss his parents goodnight in bed, but wants the door left open. Exactly, I feel that way, yeah. 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 It is in, it, yeah, my it, ambition is that the door will be go on being opened in one way or another. But I'm obliged to work on that. Yeah. But is that the area in which your life has changed somehow, that it's yes. less lonely feeling both on and off? At least not being upset. A movie? At least what? At least not being upset by it. At least not upset yeah, by yeah, it. Yeah, which is yeah. quite a big thing for me. Eenling zijn betekent dat je van een feit, iedereen is een eenling, een taakstelling maakt voor je leven en denken. Dan merk je ook hoe lastig het is om te bepalen of jij zelf denkt en ervaart, of dat de maatschappij in jou denkt en ervaart. Leegte in de waanzin. De nietswaan wordt gekenmerkt door een absoluut gevoel van leegte. In de nietswaan ontdek je namelijk dat er niets is in plaats van iets. Oftewel, dat alles bij nader inzien leeg blijkt te zijn. De waanzinnige leegte is als een verdwijnpunt. Een zwart gat waarin alles verdwijnt. Ruimte, tijd, licht, energie. De waanzinnige leegte verdwijnt niet naar een plek tussen andere gevulde plekken, maar het treft de opheffing van het verschijnsel en het begrip van plek. Een voorloper van Jean-Luc Godard is Antonin Artaud, zo zou je kunnen zeggen. De toneelschrijver, criticus, acteur, regisseur die leefde in Frankrijk, Parijs van 4 september 1896 tot 4 maart 1948. Ik word overweldigd door een immense en constante angst. Een angst die de fysieke vorm van een soort pijn aanneemt. Een knoop die zich op het punt bevindt waar de geest beroep doet op zichzelf. Eenvoudiger gezegd, ik word geobsedeerd door een verschrikkelijk gevoel van leegte. Zonder in staat te zijn om enig beeld, enige voorstelling op te roepen. Het verhindert mij om iets diepgaand met iemand anders te analyseren. Ik heb ieder punt van vergelijking verloren. Iedere zin voor goed en kwaad. In de psychiatrie wil men bij iemand die een crisis, een psychose of waanzinnig mystieke ervaringen heeft meegemaakt, in de biografie nog alles naar tekenen speuren van een onderliggende chronische stoornis. In het geval van Artaud
maakt men op basis van zijn crisis in 1937 en de tijd daarna in de psychiatrische inrichting met graagte gevolgtrekkingen over de manier waarop het gehele oeuvre van Artaud dient te worden beschouwd. Men belandt dan al snel in zinloze exercities, waarbij de inhoud van het denken, de ervaring en de taal van Artaud worden gereduceerd tot een verzameling betekenisloze ziekteverschijnselen, die veilig kunnen worden opgeborgen onder de noemer van schizofrenie. In dergelijke literatuur wordt Artaud, en mensen met psychoses in het algemeen, stelselmatig als ziek en wezenlijk onbegrijpelijk voorgesteld. Dit doet ons begrip van de persoon Artaud geen goed en het ontneemt schrijvers en lezers van zijn werk de kans op inzicht in de mystiek waanzinnige wereld. Het is dan niet mogelijk om verband te leggen tussen Artaud's beschrijving van de nietswaan en beschrijvingen van de niet-igge dimensies van het bestaan door auteurs als Schelling, Sartre, Eckhart en Eliade. In tegenstelling tot zulke benaderingen hoop ik te laten zien hoe je in Artaud's denken kunt kruipen en zijn meest uitzinnige uitspraken kunt begrijpen. Voor het eerst in zijn leven ziet Artaud in 1937 dat de wereld niet bestaat en dat ze daarmee leeg is. De leegte komt niet langer van buitenaf, nog enkel van binnenuit, maar is gelijk aan de grondslag van het hele bestaan. Het zijn is het niet. Alle differentie is als sneeuw voor de zon verdwenen. Door dit verbijsterende inzicht moet Artaud zijn verhouding tot de wereld, de tijd en zijn eigen geschiedenis herzien. Artaud vervolgt zijn verhaal met de bekentenis dat hij zich tot voor kort vastklampte aan het zijn, maar dat hij nu niet langer in zijnswanen wil ronddolen. Hij is dood voor de wereld. Hij is eruit gevallen en aangekomen in de echtere realiteit van de leegte. Van overigens weliswaar diezelfde wereld. Het niets greep Artaud gaandeweg op steeds meer fronten aan. Lichamelijk, geestelijk, kunstzinnig, filosofisch. Vaak stelt Artaud het niets voor als een vijand die hem berooft van zijn bestaan. Soms ziet hij in de leegte juist de bron van zin, leven en betekenis. De leegte achtervolgt hem, maar tegelijk komt de leegte uit hemzelf voort. Cultiveert hij haar en streeft hij opzettelijk naar de extremiteiten van het totale niets. In zijn verslagen zien we de paradoxen van de psychose terug. Artaud is de enseigneur van zijn waanzin, maar hij is tevens slachtoffer van diezelfde waanzin. Hij schept vanuit leegte, maar glijdt weg in diezelfde leegte. Hij streeft naar het niets en de sereniteit, maar ontvangt een wereld van oneindige indringendheid en opwinding. Maar kon proeven, als je werkelijk kon verblijven in je leegte. En deze leegte niet een soort zijn zou zijn, maar ook niet helemaal dood. Het is heel zwaar om niet langer te bestaan, niet langer in iets te zijn. De echte pijn betekent dat je je gedachten in jezelf voelt verschuiven, terwijl denken rond een vast punt zeker niet pijnlijk is. Het was zomaar een verjaardagsfeestje waar ik te loops aan de praat raakte met Christel, een vrouw van halverwege de 20 die me iets zeer merkwaardigs vertelde, zonder dat ze zich daar zelf bewust van leek te zijn.
Nadat we nauwelijks 3 woorden gewisseld hadden, deelde ze namelijk mee dat de week voor het feest haar leven was afgelopen. En dat nu niets er meer toe deed. Tot die tijd was er niets aan de hand geweest, geen vuiltje aan de lucht, maar eerder die week had ze iets meegemaakt waardoor alles voorgoed voorbij was. Wat was er dan gebeurd? Ja, dat kon ze niet zo 1, 2, 3 vertellen, want er was juist niets gebeurd. Maar waarom was dan nu alles zinloos en voorbij, voorgoed voorbij? Was ze iets verloren of iemand kwijtgeraakt? Nee, ze was niets verloren, want er was helemaal niets meer en bovendien was er nooit iets geweest, dus ze kon helemaal niets verliezen. Daarom voelde ze zich ook niet geschokt of verdrietig. Alles was eenvoudigweg opgehouden. Na nog wat aarzelingen en draaiingen en zoveelste sigaret vertelde ze toch hoe het zo gekomen was. Zoals ze wel vaker deed, was ze op haar vrije middag op haar eentje koffie gaan drinken in een café. Het was een doodgewone dag, een doodgewone week en ze wilde rustig even koffie drinken voordat ze nog wat andere dingen zou gaan doen in de stad. Terwijl ze daar met haar kopje koffie zat, werd haar aandacht getrokken door een man een paar tafeltjes verderop. Deze zat starend in zijn koffie te roeren. Het leek een gewone man die echter wel op een of andere manier een diepe eenzaamheid uitstraalde. Alsof hij daar op dat moment geheel niet thuis hoorde, maar desalniettemin nergens anders kon zijn dan daar. Plotseling keek de man op van zijn koffie en keek haar enkele seconden recht en doordringend aan. En daarmee was alles in een flits voorbij. Alles zeeg in één. Dat was alles en niets. Het was haar onmiddellijk duidelijk geworden door zijn pijnloze blik. De schellen vielen haar van de ogen. Ik raakte steeds nieuwsgieriger terwijl ze me dit vertelde en dacht dat hierna een of andere liefdesgeschiedenis zou komen, maar niets daarvan. Na het oogcontact met de vreemde man had Christel haar blik afgewend en eenvoudigweg beseft dat er helemaal niets is. Maar hoezo dan niets, vroeg ik haar. Je had toch koffie voor je staan en je zag die man en je zou boodschappen gaan doen. Dat is toch niet niets? Ze kapte me af. Ik moest me niet van de domme houden. Ik wist heus wel wat ze bedoelde. En ik moest toegeven dat het eigenlijk ook wel zo was. Dus schoorvoetend beaamde ik dat, want inderdaad, er is niets. Dat wist zij, dat weet ik en dat weten vele anderen ook. En veel mensen weten dat ook niet. Of ze weten het ergens wel, maar houden zich bewust of onbewust van de domme. Christel zei dat de paar mensen aan wie ze dit die week had verteld, haar geheel niet begrepen. En dat ze blij was dat ik het wel leek te begrijpen. Maar verdere pogingen om op basis van dit gedeelde begrip en gedeelde niets toch nog wat woorden te wisselen, strandde. Ik wist toch dat verder alles leeg gekletst was. Er was gewoon niets. Dat betekende verder niets en had ook geen gevolgen. Behalve dat zij nu alles en niets begreep. Einde gesprek. En een paar weken later was het ook werkelijk einde Christel. Want ze had er zelf een concreet en absoluut einde aan gemaakt. De mens is het zijn waardoor het niet in de wereld komt, heet het dan in Het Zijn en Het Niet, het grote filosofische werk waarvoor hij tijdens zijn krijgsdienst en de gevangenschap ideeën verzamelt. En dat verschijnt in 1943 op een moment dat Sartre zich al had aangesloten bij het verzet. Dit boek, dat dus ontstond onder de druk van het geweld van een totalitaire aanval, ontwikkelt binnen een web van subtiliteiten een complete anti-totalitaire filosofie.
Voor het totalitaire denken is de mens een ding. Een fascist, zegt Sartre, is iemand die een onverbiddelijke rots wil zijn. Een razende stortbeek, een verwoestende bliksemschicht. Alles. Alleen geen mens. Sartre wil met zijn filosofie de mens zijn waardigheid teruggeven, door hem zijn vrijheid te laten ontdekken als een element waarin elk vaststaand zijn oplost. In dat opzicht is het boek een apotheose van het niet, maar het niet dan opgevat als de scheppende kracht van het nietsen. Waar komt het op neer? Nee zeggen tegen wat nee zegt tegen jou. Sartre verklaarde dat de krijgsdienst en gevangenschap hem hadden veranderd. Veranderd van een individualistische eenling in iemand die bereid is het gewicht van de wereld te dragen en verantwoordelijkheid te nemen. Maar dat zonder de vrijheid prijs te geven. Een van de belangrijkste wegen naar de waanzinnige wereld loopt onder de poort van de tijd door. En ook bij Sartre is het niet intrinsiek verbonden met tijd. Sartre zegt compact en puntig: het niet dat de menselijke werkelijkheid van zichzelf scheidt, bevindt zich aan de bron van de tijd. Dat wil zeggen, zonder een niet zou alles er wel zijn, maar het zou allemaal ongedifferentieerd blijven. Heden, verleden en toekomst zouden, net als in de statische visie, niets te betekenen hebben. Sartre zegt: in zoverre mijn huidige toestand een voortzetting zou zijn van mijn voorafgaande toestand, zou elke kloof, waardoor de ontkenning naar binnen zou kunnen glippen, geheel en al zijn dichtgestopt. Elk psychisch vernietigingsproces impliceert dus een kloof tussen het onmiddellijke psychische verleden en het heden. Die kloof is nu juist het niet. Het heden zou zonder niet opgaan in de tijdstroom. Het zou geen aangrijpingspunt kunnen zijn voor het onderscheid tussen gedane, gesloten zaken uit het verleden en open mogelijkheden van de toekomst. Door het niet ontstaat er pas menselijke tijd, met verschil tussen heden, verleden en toekomst. Dit ontstaan van menselijke tijd is hetzij een sprong, hetzij een val. Enerzijds is zonder niet de mens een ding zonder innerlijke duur, zonder bewustzijn van heden en verleden, met slechts een kausaal en gedetermineerd reactiepatroon, reflexmatig als een knie omhoog tikt door een hamer. Het niet is dan de sprong naar een menselijk niveau van vrijheid. Anderzijds verkeert zonder dit niet de mens in de eeuwigheid van het ene, waar de door het niet voortgebrachte menselijke tijd, gekenmerkt door gemis en gebrek, afwezig is. Het niet vertegenwoordigt dan de val in de aardse beperktheid. Zelf noemde Jean-Paul Sartre de oorlog en zijn krijgsgevangenschap, 18 maanden tussen september 1939 en maart 1941, steeds weer de bepalende césuur in zijn leven. Citaat: vaststaat dat ik vanaf 1939 niet meer mezelf toebehoorde. Punt. Tot dan toe had ik, naar ik geloofde, het leven van een absoluut vrij individu geleid. Einde citaat. En dan weer een citaat. Ik bevond me plotseling in een massa waarbinnen me een vastomlijnde, domme rol te spelen werd gegeven. Einde citaat. Terugblikkend valt zijn leven dus in twee delen uiteen. Tot dan toe vond ik, dat is weer een citaat, tot dan toe vond ik dat ik soeverein was.
en ik moest de ontkenning van mijn eigen vrijheid door de mobilisatie doormaken om me bewust te worden van het gewicht van de wereld en de banden tussen mij en de anderen. De oorlog had mijn leven regelrecht in tweeën gedeeld. Daar ben ik, zo u wilt, vanuit het individualisme en het pure individu van de vooroorlogse periode uitgekomen bij het sociale en het socialisme. Viva la sociale. Zacht gezegd, het zijn gaat vooraf aan het niet en is het fundament daarvan. Het haalt zijn werkzaamheid concreet uit het zijn. Dat betekent dat het zijn volstrekt geen niet nodig heeft om voorstelbaar te zijn. En dat we het begrip ervan uitputtend kunnen onderzoeken zonder daarin enig spoor van het niet aan te treffen. Daarentegen kan het niet, dat niet is, slechts een afgeleid bestaan hebben. Het haalt zijn zijn uit het zijn. De totale verdwijning van het zijn zou niet het begin zijn van de heerschappij van het niet zijn, maar in tegendeel het gelijktijdige vervagen van het niet betekenen. Niet zijn is er slechts aan de oppervlakte van het zijn. Hiermee ontkent Sartre dat het niet een onafhankelijke, werkzame demonische kracht zou kunnen zijn, die het zijn zou kunnen aanvallen, overwinnen en als duistere kracht over de chaos zou kunnen heersen. Het niet is nodig om te kunnen twijfelen en vragen. Uit het feit dat alle dingen er zijn, of dat er niets is, kan nooit vanzelf zonder ingrijpen van buitenaf een vraag voortkomen die de feiten in twijfel stelt. Twijfel en ontkenning maken zelf deel uit van het zijn. Zacht gezegd, als de ontkenning niet bestond, zou er geen enkele vraag kunnen worden gesteld en zeker niet de zijnsvraag. Wil er in de wereld ontkenning zijn en willen we derhalve vragen over het zijn kunnen stellen, dan moet het niet op een of andere manier zijn gegeven. Als er overal zijn is, is niet alleen het niet ondenkbaar, maar kan ook de ontkenning nooit uit het zijn worden afgeleid. De noodzakelijke voorwaarde voor de mogelijkheid nee te zeggen is dat het niet zijn een voortdurende tegenwoordigheid is in ons en buiten ons, dat het niet rondwaart in het zijn. Sartre had in gesprekken en in zijn gedrag altijd al onomwonden uitdrukking gegeven aan zijn ideeën, aan zijn voorkeuren en afkeuren. Maar nog nooit had hij universele maximes opgesteld. Die eerste avond verraste hij me nog met een andere mededeling. Als hij naar Parijs was teruggekeerd, dan niet om de zoete vrijheid te smaken, maar om te handelen. Hoe? Vroeg ik verbluft. We waren zo geïsoleerd. Zo machteloos. Juist daarom, zei hij, moesten we dat isolement doorbreken. Ons verenigen, het verzet organiseren. Sartre had besloten op te houden slechts wind te zijn. De denkende mens is weliswaar afgezonderd,
maar niet eenzaam, want hij blijft binnen een maatschappij, met zichzelf. Denken hangt volgens Hannah Arendt samen met de ervaring van het innerlijke gesprek met jezelf. Het denken is, existentieel beschouwd, iets wat je alleen doet, maar niet eenzaam. Alleen zijn betekent omgaan met jezelf. Eenzaam zijn betekent alleen zijn zonder je te kunnen opsplitsen in het twee in één, zonder jezelf gezelschap te kunnen houden. In het denken ontdekt de eenling zijn dualiteit. Denken, legt Arendt in navolging van Plato uit, is een gesprek binnen de ziel. Individu denkt in vrijheid de eigen keuzes te maken en stelt zich voor dat het zelf bepaalt wat het wel en niet doet, waar en hoe wordt gegeten enzovoort. Maar iemands beleving van zichzelf kan bedriegelijk zijn, doordat de beleving veelal het gevolg is van wat iemand zich voorspiegelt, zoals tot uitdrukking komt bij een goede actrice die kan gaan huilen door zich een verdrietige situatie in te beelden. Daarom is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de bewuste beleving, het gevoel, en het onbewuste verlangen. Iemand kan bewust iets ervaren, voelen, terwijl er op een ander toneel iets anders gaande is, verlangen. Het gaat me goed, maar tegelijkertijd ben ik ongelukkig. Ik kan doen wat ik wil, maar toch zit ik heel erg vast. Zo kan ik denken dat ik vrij en autonoom mezelf bepaal, terwijl ik onbewust op allerlei manieren word gestuurd. En zo kan de hedendaagse mens het gevoel hebben dat het leven grotendeels naar wens is. Er zijn volop mogelijkheden om uit eten te gaan enzovoort. En tegelijkertijd gebukt gaan onder allerlei vormen van druk. Met de hoge welvaart is tegelijkertijd een fundamenteel onbehagen waarneembaar. Mensen die eigenlijk ongelukkig zijn, geen zin ervaren, een burn-out hebben. Er zit een fundamentele splitsing in de menselijke psyche. Voor het Ich-Spaltung. Waardoor gevoelens en verlangens ver uiteen kunnen lopen. Waardoor het ook misleidend kan zijn om het geluk te meten aan de hand van geluksbarometers. Veel in de maatschappij is erop gericht dit niveau van de gevoelens te bespelen. Cursussen om gelukkiger te worden, prettiger uit eten gaan enzovoort. En de wereld van consumptie en commercie stelt zich in op deze ideologie van het maakbare geluk. Moeten voldoen aan het ideaalbeeld is een enorme druk die het hedendaagse individu zichzelf oplegt. In opvoeding en onderwijs is er dan ook een paradoxale boodschap. Je moet autonoom zijn, maar je moet je ook aanpassen. Het verraderlijke is dat het individu het zichzelf oplegt en zich in het verlangen naar vrijheid tegen zichzelf moet richten. Dat is ook wat de medicatie bij onaangepaste jongeren doet. Het is, om het cynisch te zeggen, een middel dat hen helpt zich tegen zichzelf te richten. Het individu wordt onder druk gezet om zichzelf af te richten, om zo aan de maatschappelijke norm te voldoen en mee te kunnen in een dynamische wereld. En dat is een vorm van geweld. Dit geweld is complex en niet direct zichtbaar. En bestaat ook uit het jezelf opleggen van strikte normen en idealen. Die eisen worden nu niet meer zozeer door een externe autoriteit opgelegd, een ander van buiten,
als wel door het ideaalbeeld waarmee het individu zich identificeert en zelfs moet identificeren. Dat is een ander van binnen. Dus het kind moet niets van ouders of leraren, dat wordt in elk geval gezegd, in die zin is het een ideologie, maar moet wel zichzelf reguleren om huiswerk te maken. Zo moet het te drukke kind inzien dat een pilletje niet moet van anderen, maar goed is voor hemzelf. Dat hij het eigenlijk zelf zou moeten willen, om zo goed mee te kunnen komen in de samenleving. Dus de wet, die de kaders aangeeft van wat het individu moet doen, is meer intern geworden. Wordt minder ondersteund door externe autoriteiten, maar eerder door het interne ideaalbeeld waarmee het individu zich moet identificeren. Dit maakt het ook een stuk lastiger om je eraan te onttrekken. Dus hoewel externe instanties het hedendaagse individu minder op de huid zitten en het individu de wereld steeds meer naar zijn of haar hand weet te zetten, heeft het zichzelf nog nooit zo moeilijk gemaakt. Aan de bestaande wereld, waardoor je het gevoel kunt hebben er niet geheel in thuis te zijn. Dat gevoel kennen we allemaal. De werkelijkheid zoals ze is, schiet tekort. Dat gebrek is niet op te lossen door nog meer te beheersen en de behoeften nog meer te bevredigen. De verlangde bevrediging kan niet via die wegen worden gevonden, omdat de diepere verlangens in laatste instantie niet draaien om krijgen en hebben, maar om zijn. Het gebrek waar jij en ik als mens het meeste mee worstelen, is niet een gebrek aan hebben, maar een gebrek aan zijn. Dus op het niveau van ons zijn ontbreekt iets. En de invulling daarvan gaat om een ander niveau dan beheersing en behoeftebevrediging. Het gaat om betekenis. Het gaat niet om nog meer, maar om iets anders. Niet meer om hebben, bijvoorbeeld het gevoel dat we niet genoeg hebben, maar om zijn. Wie zijn we eigenlijk? Dat wil zeggen, wat heeft echt betekenis? De filosofische en psychoanalytische traditie waaruit dit boek put, leert dan ook dat de eerste grote opgave voor het ego erin bestaat om de bevrediging van egoïstische strevingen, die kunnen leiden tot buitensporige consumptie, rivaliteit en agressie, op te nemen in wat echt betekenis heeft in een wereld met anderen. Op het niveau van de betekenissen moeten jij en ik zoeken waaraan het ons ontbreekt. Zoals in dit boek wordt besproken dat voetballer Memphis Depay zijn gebrek aan zijn uiteindelijk niet kan vervullen door nog meer te kopen en te bezitten, maar door het ego en de hebzucht te ontstijgen in iets wat echt betekenis voor hem heeft. Allereerst door relaties met anderen, vrienden, het ethische, maar ook nog in iets wat daaraan voorbij gaat en een meer eigenlijke identiteit uitdrukt door een unieke betekenis aan zijn bestaan te geven. Het symbolische of poëtische van zijn sprong in het geloof. Nu moet ik u er al wel voor waarschuwen dat dit geen boek is dat het heil zal verkondigen. Bijvoorbeeld in het geloof. Er is namelijk één groot obstakel in dit mooie idealistische verlangen naar betekenis. En dat obstakel, en dat is de graat in de keel van de hedendaagse denker, is dat er niet zoiets bestaat als zuivere betekenis.
De huidige westerse mens bevindt zich immers in een zogenaamde postmoderne conditie, waarin de harde fundamenten om over de wereld te regeren door middel van godsdienst, grote politiek of rationele vooruitgang zijn weggevallen. Dat is Nietzsche's dood van God. Waardoor deze grote idealistische verhalen niet langer geloofwaardig zijn. Mensen die u wel zogenaamde zuivere betekenis willen verkopen door mooie verhalen te vertellen, of die nu politiek, religieus, moreel, commercieel of technologisch van aard zijn, over het ware leven dat elders op u ligt te wachten, in het ideale verleden, een toekomstige utopie of zuivere en geheel correcte samenleving, zijn daarmee eerder rattenvangers. Het idealisme dat droomt van zuivere betekenis moet daarom kritisch onder de loep worden genomen. En aangevuld om te zien hoe het algemeen menselijk verlangen bezoedeld wordt, om het zo te zeggen. Er is geen zuiver verlangen of uiteindelijk betekenis. Zo leert ook de psychoanalytische behandelpraktijk. Dus ook psychoanalytici die de symptomen van hun cliënten interpreteren, komen aan het eind van al hun sessies niet bij de uiteindelijke betekenis daarvan. Zoiets als, nu weten we eindelijk wat die symptomen precies willen zeggen. Een soort einde van de individuele geschiedenis. Eerder stuiten ze daar op een onzinnig genot waar iemand ondanks alles toch aan vast blijft houden. Bijvoorbeeld weer voor een bepaald type partner kiezen, soms tegen beter weten in, opnieuw van carrière willen veranderen, ook al is dat niet echt te doen, etc. Voor voetballer Memphis Depay was de bal een soort sluitstuk en hou vast voor wie hij is als persoon. Zogezegd een symptoom, iets wat overblijft, reëel, wanneer de symbolische, diepere betekenissen zijn doorgewerkt. En wat dus blijvend en zeer intiem tot het zelf behoort, zonder dat daar nog een andere betekenis in valt te ontdekken. De zin ervan is juist dat zelf zijn er omheen draait, rondom deze onzin. Het leven dat zich rond zo'n lege kern vormt, is een vorm van poëzie. En het spreken daarvan noem ik een gedicht. Het heil, de grote betekenis die verlossing kan bieden van de eeuwige onrust en ontevredenheid, bestaat daardoor niet in een of andere waarheidsleer, of dat nu een religie of een groot politiek verhaal is, of zelfs het hedendaagse geloof dat de technologie het heil zou kunnen brengen. Omdat het juist gaat om de omgang met datgene wat altijd ontbreekt, bestaat die verlangde betekenis eerder als poëzie. Zo laten ook de onzinnige, eigen woorden van geliefden om hun unieke verhouding in uit te drukken, het poëtische zien. Want ook de liefde tussen twee mensen is een vorm van poëzie. De woorden zeggen iets wat je eigenlijk niet kunt zeggen. Geven iets wat je eigenlijk niet kunt geven. Het is daarom niet door nog meer beheersing, maar in het poëtische, dat ik iets heel wezenlijks van mezelf, waaraan het mij ontbreekt, op symbolische wijze kan terugvinden. Dan maakt het, om maar een alledaags voorbeeld te geven, wel een verschil of je de zondag in symbolische taal beschouwt als een rustdag, of in economische taal als een koopzondag. Dan heeft die dag een heel andere betekenis en is juist de symbolische vorm ervan enorm belangrijk voor de manier waarop je jezelf op die dag ontmoet. Ofwel spiritueel of als consument. Zo neem ik u mee in een lastige benadering. Omdat wij als moderne en seculiere mensen de betekenis van het symbolische of poëtische zijn verloren in het proces van modernisering waarin alles rationeel moet worden benaderd. En moeite hebben het een plaats te geven. En daarom is de reis van Depay naar Ghana, het land van zijn vader, zo interessant. Omdat hij daarin probeert dat wel weer een plaats te geven. Dus dan zien wij niet meer de betekenis van symbolische vormen die uitdrukken wat echt betekenis heeft voor een individu en ook voor een gemeenschap, wat uniek voor haar is en haar bindt. Toch probeer ik de overgang naar het symbolische en het poëtische te maken, naar de liefde en de mythe, omdat alleen daarmee betekenis kan worden gegeven aan iets wat er niet is en ik alleen daarin kan aanvaarden dat er iets is, het grote gemis dat het verlangen veroorzaakt, wat ik nooit kan verkrijgen of exact kan weten. Het is alleen te verbeelden. Daarom wil ik hier zo'n stamelende poging doen, in alle gebrekkigheid, zeg ik eerlijk, die daar in postmoderne tijden eigen aan is,
om een andere manier van denken te introduceren, een andere taal te spreken, waarin op het vlak van het gemeenschap juist iets wezenlijks tot uitdrukking kan komen. Van het onbewuste. Een taal die iets zegt wat anders niet gezegd kan worden. Ik noem dat het dichten. Deze taal bestaat niet slechts als rijmende poëzie of het vrije vers, maar is terug te vinden in allerlei stijlen en praktijken. Het gedicht is een taal die de waarheid van het verlangen spreekt, zonder die tot een totalitaire of abstracte doctrine te maken. Dit geldt niet alleen voor de individuele persoon, maar ook voor de collectieve persoon of gemeenschap. Gemeenschappelijkheid wordt zo niet gedacht als imaginaire totaliteit, waarin gepoogd wordt de bestaande orde totaal te beheersen. Dus bijvoorbeeld de leider die alles bepaalt, of het eigen volk, de onderwerping van de natuur, de volledige rationele en efficiënte organisatie. Maar het wordt gedacht als symbolische alteriteit, die juist voorbij gaat aan totale organisatie. Ik heb een plan. Zoeken naar de schoonheid. Want die is er wel. Het plan is het geheim van de wereld zoals het is vastgelegd in taal en ontdekt door de waanzinnige. Het plan verklaart waaruit de wereld bestaat. Waar ze vandaan komt, wie bij wie en wat bij wat hoort en wat goed en kwaad is. Het plan is een actieplan, omdat het richting geeft aan het handelen. Het zegt hoe de oorspronkelijke orde eruit zag en hoe met kennis daarvan de uiteindelijke orde bereikt dient te worden. Het plan genereert een levenspad. Het is een existentieel hervormingsplan, omdat het alle willekeurige en zinloze bewegingen begrijpt en in zichzelf opneemt. Het geschiet omdat het moet geschieden. Het is onontkoombaar en noodzakelijk. Het is het diepste wezen van de kosmos.
Maar tegelijk dient de waanzinnige mee te werken aan het plan, omdat anders alles in duigen valt. Het plan is de duiding van de totaliteit van heden en verleden en bevat dwingende aanwijzingen over de toekomst die ieder moment kan uitbreken. Anders dan de mythe is een plan door een enkel individu ontworpen. Het kan magische, mythische en wetenschappelijke elementen bevatten en wordt niet geassocieerd met kindertijd of primitiviteit. Door de hoofdletter P is het plan onderscheiden van de gewone plannetjes die mensen maken. Plan is ook een betere term dan waan. Een waan duidt op een hardnekkige en foutieve gedachte op een afgebakend terrein. Een plan omvat meer dan een enkele waangedachte en verwijst naar een alomvattend onderliggend systeem, een structuur. Wanen en mythen hebben de connotatie dat ze slechts fantasie of onwerkelijk zijn, terwijl dat bij de term plan in het ongewisse blijft. Daarbij verwijst het plan naar acties in de toekomst, terwijl je bij mythe en waan eerder aan nawerkingen van het verleden denkt. Met het plan kan ook eenvoudiger een relatie worden gelegd met normale, vreemde gedachten. De term past beter bij een opvatting waarin waan en werkelijkheid slechts gradueel en niet principieel verschillen. Het plan is een beschrijvende, maar ook ironische term die verwijst naar andere grote plannen waarmee men de orde van de kosmos en de richting van de wereldtijd wil omvatten. Het plan is tenslotte ook nog de psychotische tegenhanger van het psychiatrische behandelplan. Terwijl het behandelplan bedoeld is om waanzin te onderdrukken, is het doel van het plan om de waanzin zo wijd mogelijk te verspreiden. Het plan is de grond waardoor de waanzinnige niet wegzakt in het moeras van de waanzin. De plan is voorbij de tegenstelling van feit en fictie. Het is de veronderstelde inbedding waarbinnen vragen over waarheid en onwaarheid pas zin krijgen. Onze ervaring van de normale wereld wordt gestructureerd door tegenstellingen als die van afwezigheid en aanwezigheid, verleden en heden, waar en onwaar. Deze normaliter fundamentele contrasten zijn nauwelijks van belang in de waanzin. Wanneer deze onderscheidingen verdampen, verdwijnen de verschillen tussen feit, fictie en fantasie. Uit de mist van lichtnevels verschijnt dan langzaam de blauwdruk van het plan. Of iets waar, goed of mooi is, is van geen belang meer. Het enige wat telt is of en in welke mate iets onderdeel is van het plan. Maatstaven van waarheid, doelmatigheid, menselijkheid worden vervangen door één enkele nieuwe maatstaf, de mate van nabijheid tot het plan. Hoe dichter bij het vuur, hoe intenser. Hoe dieper in het plan, hoe wezenlijker. Achto. Wat in feite nodig is, is niets minder dan een breuk met de geest van een gehele wereld en het substitueren van de ene beschaving voor de ander. Ieder belangrijke culturele transformatie begint met een vernieuwd idee van de mens en gaat samen met een opwelling van humanisme. Thank you.
Het wezenlijke ontbreekt. Dat is het besef dat opreist in een wereld die gedomineerd wordt door imaginaire idealen die leiden tot eenzaamheid, vervreemding en strijd. Ondanks al de materiële rijkdom, behoeftebevrediging en systemen en structuren die het moderne leven in goede banen leiden, ontbreekt er iets. En laat dat iets nu juist het wezenlijke zijn. Het diepere symbolische verlangen van de mens is niet te bevredigen door materiële objecten of abstracte overtuigingen. Maar krijgt bijvoorbeeld vorm in de aanschouwing van de natuur, van de sterrenhemel, of in het spel, het kunst, ritueel, of de oproep om er voor iemand te zijn, om te geven. Allemaal vormen van overgave aan het andere of aan de ander, waarvan de verlangende persoon op poëtische wijze verhaalt, want het ding zelf is nooit helemaal te vatten. In deze overgave aan droomwerk kan de gehele persoon zich terugvinden. Niet alleen de egoïstische persoon van de consumptie of de abstracte persoon van de maatschappelijke verplichting. De mythe van de consumptie, van het ego en de behoeftebevrediging biedt bevrediging die kortstondig, oppervlakkig en individueel is. Deze mythe doet iemand wel dromen, maar de navel die al dit droomwerk met iets voorbij deze materiële wereld verbindt, die ontbreekt. En juist door het ontbreken van dit knooppunt verliest het verlangen zich in een oneindig spel van verschijningen, van pleziertjes en oppervlakkigheden. Een context van waandenkbeelden die het contact met de diepere realiteit verliest. En dat zegt de mythekenner Joseph Campbell. Thank you.